Kijk wie als eerst een baby villager maakt. Zo, dat is grappig. En hallo iedereen, welkom terug bij... Goeie bij of slechte bij, ik ben een gast hier. Hi Jordi, Bardo is hier ook. Wat? Wat? Wie? Hoi. Hey man. Hey, Bardo's er ook. Hey! Yay, in het hoerhuis. Yay, hoerhuis. Woe! Deze episode gaan wij een hek zetten rond het dorp. Oh, wow. Dat wouden we vanaf episode 1 al doen. En ik kwam er eigenlijk vorige episode achter. Dat hebben we nog steeds niet gedaan. En we zitten hier eigenlijk nog steeds in ons huis te schuilen hier avond. Dus dat gaan we deze episode doen. En daarvoor hadden we ook zoveel hout, Bardo. Voor die hekken. Daarvoor had ik... Ja, nee, ik was dat hout aan het verzamelen inderdaad. Nee, wij samen. En toen werd het avond en toen gingen we naar ons huis... Nee, wacht. Ja, toen gingen we naar... avond gingen we naar ons huisje toe en toen ging het verkeerd. Ja, toen gingen we daar... Oh, dat is waar ook. Ja, zo begon het ooit. Ja, zo begon het, ja. Ik heb 40 fences nu. Ik heb hier een iron pickaxe of iron axe voor jou. Jij kan hout verzamelen en dan ga ik fences rond het huis zetten. Kijk even, godverdomme, buiten het huis. Weet je wat ik nu aan het doen ben? Misschien aan het hout hakken. Lach naar de camera. Lach naar de... Hallo! Kijk deze blije naakte slof. Oké, ik ga ondertussen ook even die andere fences weghalen van die villagers die hier staan. Wil jij ook graag een slof worden? Check teamslof.nl. Kut, niet ontsnappen! Nee, ah, verdomme! We zijn er één kwijt hoor, we zijn er weer één kwijt. Ja hoor, loop maar vrij rond, flikker maar op. Het hilarische is, ik sluit alle... Als jij hebt één koe gedaan, ik heb de andere gedaan, maakt niet uit. Maar jij hebt tot nu toe één koe vrij... Nee, hij rent naar buiten dat kreng. Hij doet de deur open. Een koe doet de deur open. Nee, we hebben het over een villager. Oh, een villager. Ja, een villager. Haal je dat niet door dan? Oh ja, Jordi, breng hem naar binnen, want ik zie de zon ondergaan. Ja, dan wordt het maar een zombie. Flikker me op, sukkel. Ze reproduceren vanzelf wel. Echt waar? Ja, dat doen ze. Als er genoeg deuren zijn in het stadje, reproduceren ze vanzelf. Dan krijg je mini-villagers. Babies. Serieus? Papies. Die heb ik nog nooit gezien. Ah, dat hoef je ook niet te zien. Natuurlijk wel. Mm. Je wil dan niet een baby villager zien. Kijk wie als eerst een baby villager maakt. Zo, dat is grappig. Zo, jij komt zeker echt van de goede huis af. Met je goede grappen. Oké, volgens mij is dit niet echt slim om dat nu te plaatsen, die fences met die donker en zo. Het is donker. Weet je, laten we gaan slapen. Als we hebben maar één bed, hè? We hebben er twee. Echt waar? Ja, wist je dat niet? Ik heb er ook één. Hoe kom jij aan een bed in één keer? Die heb ik zojuist gemaakt. Oh, wauw. Lach naar de camera. Woehoe. Waar ben je? Klootzak. Oh, is dat een creeper? Nee, dat is geen creeper. Sorry, ja. We hebben sinds kort ook een babykoe. Oh, wat lief. Vandaar die achievement die je in één keer krijgt. Godverdomme, man. Eens even kijken. Volgens mij hadden we rauw vlees in jouw kist zitten. Ik kan niet naar jouw kist toe lopen. Dan moet ik de hele deur open doen en dicht. Dat is heel irritant. Even kijken. Dat is het moeilijke van het leven, Jordi. Die keuzes die je moet maken. We hadden onwijs veel vlees liggen in de oude kisten. Ja, met de nadruk op de oude kisten. Ja, kom je nog? Want... Ik moet naar je toe komen. Ja, maar je moet naar bed gaan en dan kunnen we de nacht overslaan. Dan kan ik die vensters neerzetten. Want het is nu zeg maar niet veilig, ook niet voor jou. Hallo babykoetjes, hallo. Hou van jullie. Oh, dat is zo lief. Die Jordi kan soms zo attent zijn hoor. Heel soms. Oh, fijn een hek. Ik kom er niet meer binnen. Hey, hallo villager. Nou ja, je hebt hem gevonden. Dat is de villager. Dat is... Ja. Oh, hij rent ook echt weg. Volgens mij wil hij dat huis daarin. Hij wil een van die huizen in, maar... Haha, loser. We got him. Nee, nu wordt hij opgegeten door die zombie. Ja, hij wordt opgegeten door die zombie, denk ik. Nee, ik verdedig hem, Jordi! Help! Moet je helpen? Verdedig de villager, ja, Jordi. Ga weg dan, anders sla ik je neer. Per ongeluk, dat doe ik wel vaker. Verdedig de villager. Oké, doe maar dicht zo. Dicht doen. Ik fix het morgen wel. Ja, cool. Ja, nee, dicht doen. Oh, dicht doen. Dirt. Nee. Niet zand, want dan valt het op zijn hoofd. Ja, maar ik heb kobbel. Nee, kobbel. Ik heb ook kobbel, ja. Wacht, ik heb dirt. Oh, laat maar zitten. Oké, let's go. Jij slaapt, ik slaap. Jordi, even kusje eerst. Jordi, kusje. Oké, tot zo, liefie. Tot zo. Tot zo na de reclame. Oh, wat zijn we heel gemakkelijk.
Oh, je hoeft die geluiden er echt niet bij te maken, want dat is echt totaal niet origineel meer. Echt waar? Iedereen doet dat. Oh, jij bent al buiten? Wow, hoor. Ja, ik sta vroeg op. Ik sta vroeg op. Koffiemachine, weet je. Wow. Ik heb aardig veel hout, trouwens. Hoe de fuck komt die zombie... Ah, fijn. Hoe de fuck komt die zombie daar binnen? We hadden een deur niet... Oké, ik moet even zeggen, Bart, dat een van onze villagers is omgetoverd door een zombie. Ik weet niet hoe het kan, maar we hebben nu zeg maar een zombie villager hier zitten. In plaats van... Ik weet niet hoe die heette. De duurt die Anton? Nee. Oké. Niet Anton. De duurt die wij er net hebben opgesloten? Nee, die niet. Die leeft nog. What? Maar een ander, de bibliothecares of zo, die is dood. Rust in vrede. Maar wat we kunnen doen is zeg maar het... De huisjes wat meer verplaatsen, want het is echt heel irritant hoe ze staan. Nou, we kunnen beter nu gewoon dat hek eromheen zetten en onze eigen... Ja, maar het irritante is dat ik niet weet hoe we dat hek eromheen moeten zetten, omdat al die huisjes zo schots en scheef staan. Zal ik het hek doen? Doe jij het hek maar dan moet het wel goed staan, want ze kunnen er af en toe ook nog overheen springen, hè? Dat is het punt. Hoe bedoel je er overheen springen? Nou, als een blokje hoger is, want kijk, het loopt helemaal af. Ons huisje staat zeg maar helemaal beneden en zeg maar aan de andere kant van de village is het omhoog. Maar dan maken we er toch een soort stadsmuur van. Fuck it. Dan maken we hem 2 hoog. Ja, 2 hoog. En dan doen we dat. Nee, we willen hem nog niet hier hebben, hè? Nog iets verder, eigenlijk. En anders doen we die onderste laag van kobbel en daarboven een hek. Ja, dan kunnen ze alsnog overheen springen. Maar ik vind een onderste laag kobbel eigenlijk wel een super geniaal idee. Maar ik heb niet genoeg kobbel. Nee, laten we... Ik heb 100 zoveel kobbel. Dat is niet genoeg, man. Dat is echt niet genoeg. Maar ik vind het goed om te doen. Moeten we nog wel een stukje verder nu? Want je hebt daar nog een farm in de verte, dus je moet nog verder. En hij moet 1 hoger trouwens. Ja, hij moet sowieso hoger. Ja, true. Oh ja, helemaal tot hier, oké. Helemaal, ja, ik denk tot hier zo. Oh, nee, kut, daar zit ook nog een farm, godver. Ik hoor een spin hier ergens. Ja, dat hier zo, die. Ik ga even snel wat eten, want ik heb nog maar 1,5 hartje. Cool. Kan je voor mij een Happy Meal meenemen? Ja, is goed. Wat een shit, heb je inmiddels een uitverkocht, Bardo. Ik heb nog wel iets anders voor je. Zaad? Nee, de gebakken aardappjes waren op. Maar... nee, doet. Oké. God, waarom zit je helemaal hier? Kom hier. Ik heb nog wel dit voor je. Alleen de hamburger. Zeg maar, het brood hadden ze niet. Nom. Dank je wel, meneer. Ik vind die spin daar in de verte echt super eng. Ieder moment dat hij me kan springen, zeg maar. Zo'n gevoel heb ik nu. Juist. Ja, ik heb dat gevoel gelukkig niet. Oké, en hier moet nog een fence omheen, dus ik ga hier de fence plaatsen. Ja, erop, hè, op de kobbel. Ja, op de kobbel. Oké, komt-ie. It's the final kobbel. Oh, hey, penis. Normaal zei je altijd penis. It's the final penis, weet je dat nog? Ja. Volgens mij werd het ook zo vaak gezegd in Tekkit. Dat is toch altijd wel een beetje mijn one-liner. Ja, the final penis. Oké, we hebben een half hek nu. Gaan we lekker zo, dat is wel een goed idee dit. Ja, het ziet er goed uit, hè? Ziet er goed uit, zo. We moeten alleen nog wel licht plaatsen, want ze kunnen nu alsnog spannen. Dat is een beetje kut. Ik plaats toortjes. Ja. We maken het veilig. Voor alle villagers. Voor iedereen. Anton. Zwarte. Schapen. En... Even Jordi, als je in het vervolg zwarte schapen zegt, wil je dan niet die ongemakkelijke komma erin houden? Is niet zwarte... Schapen, maar... Jij merkte hem ook, hè? Ja, het was echt een hele... Ik merkte hem zelf ook. Ik dacht, oh, die is iets te lang. Ja, dat was echt een paar honderdste te lang. Ja. Oh, man. Iron. En we moeten... Iron! We moeten al die farms moeten we echt kapot maken. En dan moeten we 1 grote farm van maken. Laat ik dat doen. Jordi, heb jij de iron? Ik heb 10 iron, ja. Die heb ik omgesmolten. Maar ik heb niet jouw iron. Oh, je gaat het zo spelen. Nee, maar je mag die van mij wel hebben. Maar jouw iron moet nog omgesmolten worden. Oh, ik weet niet eens waar dat ligt. Volgens mij had je het in je kist gedaan. Yo. Oké, heb jij een schep voor me? Dan mag je de iron hebben. Jawel. Hopelijk is die niet echt kapot, want anders... Nee, die is niet kapot. Ah, is goed, mooi zo, ja. Mooie durability dit, ja. Zeer mooi. Ja, dit wordt even een... jongens, jullie gaan allemaal versteld staan van wat voor teamwork je gaat zien. We maken... Oh, is dat een creeper? Oh nee, dat is geen creeper. Ik dacht, dat is die spin die er nog de hele tijd hier zit. Ik ga die spin doodmaken. Ik vind hem echt fucking eng.
Ja, dat is je goed recht. Ja. Dankjewel. Oké, we hebben ook nog wel wat meer fences nodig, want... Maar jij had een wijs verhaal, toch? Ja, ik ga jouw mijn verder doen. Oké, jij gaat cobblestone mijnen. Ja. Oké, dan maak ik hier dit... Ah, kut, het volgens mij wordt het alweer donker. Echt waar? Ja, nu al. We kunnen beter in de avond gaan mijnen. Ik bedoel, waarom gaan we dat nu doen? Omdat de kobbel op is. Oh ja, dat is ook wel slim, ja. We maken het veilig voor villagers en zwarte schapen. Kijk, dat is beter. Ja, nu heb je die pauze. Ja, nu zit die kommer er niet in. Nee, dat merk ik zelf ook al enorm. Dat is net iets te lang, ja. Ja, weet je, is ook net nu Nelson Mandela dood is. Ja. Oh. Dan krijg je Jordi alweer, hoor. Ja, dat is niet goed, Oh. Net nu degene die voor de zwarte rechten opkwam, kom ik eraan, weet je. Ja, Jordi ruikt zijn kans, hoor. Ja. Dat is eigenlijk best wel erg, dit. Nee. Even serieus, even over Nelson Mandela, nu die overleden is. Wat een bazige man, hé. Kwam je er later pas achter toen... Nee, serieus. Oh, okay. Dit weten weinig mensen, maar als ik een meisje was geworden, dan noemden mijn ouders mij Zinzi, vernoemd naar de dochter van Nelson Mandela. Dus ik ben heel erg opgegroeid met die beste man. En ik heb omdat je ouders eigenlijk een dochter waren. Daar komt dus eigenlijk op neer wat je me nu vertelt. Ja, ik weet het. Misschien, ik zou me ook niks verbazen dat hun een dochter waren. Ik bedoel, ik heb twee broers, hè? Ja. Dus ik kan en jij bent de laatste, hè? Ja. Ik ben de laatste. Oh jee. En mijn oma, die heeft... Oh jee! Mijn oma heeft ook alleen maar kleinzoons, geen enkele kleindochter. Dat is ook kut voor haar. Dat kan ik begrijpen. En ik weet van mijn oma in ieder geval dat zij een dochtertje, kleindochter wou, maar... Ja, en toen kwam Bardo en toen zat je zo van, ja, fuck jullie. Bardo was vanaf het begin af aan al een familieneuker. Nou, ho, even, het was nog wel discutabel. De eerste 5 jaar van mijn leven was mijn penis nog ingetaald. Oh, ja. Ja, dan weet je ook niet zeker of de jongen... Ja. Ik ken het ongemakkelijke gevoel. Ja, voor de zekerheid hadden ze me geregistreerd als Bardotje, zeg maar. Ja, dan kan het allebei de kant op. Net zoals Otje, van we nu nog steeds niet weten of het een man of vrouw is. Daar heb je wel gelijk in. Ik ben Otje, en mijn vader die heet Tos, of Kos, en ik weet nog steeds niet of het een jongetje of een meisje is. Daar komen we nooit achter. Daar heb je wel een heel sterk punt, Jordi. Pagaslaan. Dankjewel, meneer Ellens. Godverdomme. Maar Otje, dat was een heilig programma vroeger. Heilig? Wat bedoel je heilig? Dat was gewoon goed. Dat was heilig. Ik ging daarvoor zitten. Volgens mij hebben ze echt flink wat gesnoven hoor met die Otje. Ik bedoel, pratende beesten? What the fuck? Ja, oké. Die hebben flink wat aflopen snuiven hoor. Heb je ooit gehoord van Walt Disney? He? Over dat het eigenlijk een maffiabaas was? Wacht, Jordi, mijn filosofie over Disney. Ja. Ja, gaan we. Let op. Het is Mickey Muis is een muis en die praat. Ja. Minnie is ook een muis en praat. Nou, daar heb je Donald. Dat weet ik. En als een Donald Duck die praat. Let op. Donald Duck praat ook heel goed van je. Dankjewel. En zo praat eigenlijk iedereen. Behalve Goofy. Nee, bijna. Goofy, die praat ook. Oh, cool. Hier komt hij. Okay. Pluto is gewoon een hond. Dat is me nooit opgevallen eigenlijk. Betekent dit dat Pluto geestelijk gehandicapt is en Mickey Mouse Pluto gegrijzeld heeft in zijn huisje? Dit is me eigenlijk nooit opgevallen, Bardo. Echt serieus, dit is me nooit opgevallen. Ja, echt hè? Je moet er eens over nadenken. The fuck, man? Heb je al die beesten die praten en heb je Pluto? Het is wel een hond die gewoon een hond is. Voor de rest kan iedereen praten. Ja. Ja, dat, sorry, maar dat komt bij mij heel erg over alsof Pluto een aandoening heeft en gewoon Mickey Mouse misbruik maakt van die arme hond. Maar ja. Is ook niet verder mijn zaak. Walt Disney, veel plezier. Ja, precies. Er gaan ook geruchten dat hij eigenlijk een maffiabaas was en dat alle verhalen die hij heeft verzonnen in verband met omtrent Disney, dat het eigenlijk verhalen zijn dat zeg maar in het echte leven is gebeurd van hem. Bijvoorbeeld met Sneeuwwitje dat hij iemand had laten omleggen door middel van de... niet een appel te gebruiken, maar wel door de middel van gif te gebruiken. Is dat echt waar dan? Ja, dat heb ik ooit eens een keertje gehoord van iemand. Het is niet echt waar, maar er zijn geruchten, laat ik het zo zeggen. Theorieën, net zoals 9-11, weet je, dat er zijn allemaal van die theorieën. Illuminati, dat soort theorieën. Ik moet eerlijk zijn, het zou wel verschrikkelijk cool zijn als het waar is. Maar al die verhalen zijn toch gebaseerd op Grimm, zo heet die gozer? Ja, klopt, gebroeders Grimm. Ja. Gebroeders Grimm. Zijn er waren de twee natuurlijk. Oh ja, ik weet dat allemaal niet eens meer, man. Dat hoef je ook niet te weten, volgens mij. Die gasten leeft ook eind 19e eeuw? Sorry. Ja, 19e eeuw, eind 19e eeuw. Dat had volgens mij een boek geschreven, toch?
Ja, weet je wat trouwens stom is? Over al die fictieve dingen. Ja, sorry jongens dat we een thema-uitzending maken hoor. Maar wat ik raar vind is dat niemand in Europa Dr. Seuss kent. Nee. Terwijl dat is in Amerika, zeg maar, de Gebroeders Grimm. Echt waar? Ja. Dr. Seuss met de Lorax en zo, weet je wel? Lorax? Wie? Ja, ik ken het niet, dus... Ja, nee, geloof mij, dat is Amerikaans. Dr. Seuss. Dus dat is eigenlijk de Amerikaanse Gebroeders Grimm. Die hebben eigenlijk alle sprookjes verzonnen in Amerika. Eigenlijk wel, zo zou je best wel kunnen zeggen. Apart. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarop kan zeggen. Maar Bardo, het wordt avond en wij lopen al constant te jammeren over Walt Disney. Maar ik denk dat we zelf ook wel weten dat aan deze episode eigenlijk ook wel een einde moet komen. Ga je daar nu over lopen jammeren? Nee. Maar ik wil gewoon zeggen dat er nu een einde aan deze episode moet komen, helaas. Oh god, misschien ben ik de volgende aflevering weer terug met mijn facecam. Deal? Ja, is goed. Als jij wil weten of ik morgen terug ben met mijn facecam... Dan moet je kijken om 2 uur. Op banjo. S'nachts. Op goede banjo of slechte banjo. Woehoe, goede banjo. Sorry. Ja. Abonneer hier beneden, geef vooral een groen duimpje. Tot morgen. Houdoe. Banjo!